Welkom, u bent hier bij Meerbeek Caravans & Campers in Doetinchem. Mijn naam is Gerrit-Jan Meerbeek. Meerbeek is fanspecialist. Wij verkopen er echt heel erg veel. Dit zijn allemaal verkochte fans die wij binnenkort gaan afleveren. Maar we hebben er gelukkig ook voldoende ingekocht. We hebben ook voldoende in onze showroom staan wat we weer kunnen verkopen. En vandaag hebben wij een uniek model wat we gaan presenteren aan u. Dat is namelijk de Vent Saphir 465 TG. Mark en Ryan gaan deze caravan aan u presenteren en uitleggen. Mark en Ryan, starten maar. Dankjewel voor deze enthousiaste introductie, Gerrit-Jan. Wij gaan snel naar de binnenkant en dan gaan we die 465 TG helemaal binnenstebuiten keren. Gaan we doen, Ryan? Zeker weten. Hier zijn we aangekomen in onze mooie showroom. Dit is dus die Saphir 465 TG. Dus 7 meter 3 lang en eigenlijk van binnen een super comfortabele indeling. Het begint eigenlijk met de twee aparte bedden aan de voorkant. Twee royale aparte bedden. Die hebben een lengte van 2 meter en een breedte van 88. Met een hele goede lattenbodem. Ik vind slapen heel belangrijk. Hier zit een naastelbare lattenbodem in. Dus je kunt het heel makkelijk naar je eigen gewicht, hoe zwaar je bent of je partner, kun je dus eigenlijk perfect instellen. Maar dat probeer ik ook altijd te doen, dat we de rolbodem erin bestellen. Hier zit een rolbodem in, ik wil hem uittrekken. Daar zit er een vulmatras bij. En dan kun je dus echt een bed maken van 2 bij 2 meter 10. Extreem groot bed kun je maken. Dus dat zijn wel twee hele mooie highlights van, van het bedsegment van die Vent Saphir. Kijk, aan de bovenkant zien we het nieuwste model compleet televisie voorbereid. Hier zit al een antenne-aansluiting en een stopcontact. Kun je makkelijk met een Sky TV steuntje kun je dan heel makkelijk naar het bed of naar de slaapkamer draaien. Of naar de zitter, kun je dus kiezen. Hier zien we de mooie meubelafwerking. Nieuw is dat dit allemaal in een RVS look is. Het is ook echt, het is geen plastic, het is ook echt een staalmateriaal voor de afwerking dus. Dat zie ik heel mooi afgesteld. Het zijn nastelbare scharnieren. Goede ventilatie in de bovenkasten. Dus ook voor zomer- en wintergebruik is deze camper uitermate geschikt. 1, 2, 3, 4, 5 kastjes aan de voorkant. Mooie aflegruimte aan de onderkant. We zagen daar het tv-meubel. Aan deze kant zit eigenlijk een soort van kapstok. Dus ook rekening mee gehouden. Mooi meegenomen in de stoffering van de hele caravan. Standaard groot dakluik. En we vinden ze altijd, zeg maar nee, zeg maar niet nee. Dan krijg je er 1, nee, 2. Kijk, daar boven zit nog eentje. Nog zo'n groot dakluik. Laat je zelf vast te genieten op de kwaliteit van de kussens. Hij is dadelijk aan de beurt. Hier kijken we even naar de keuken. Dit is wel mooi, want hier zit de nieuwste koelkast in van Dometic. En deze heeft een dubbele deur. Dus op het moment dat je aan het koken bent, kun je hem aan deze zijde open doen. Dan zeg je van ik kom naar de slaapkamer, kun ik vanaf hier gelijk morgens je chaudrans pakken. Dus chaudrans aan deze kant, bord of een wijntje aan deze kant. Ideaal over nagedacht. Dit is een standaard keukenblok. Met dus dat van Dometic, dat mooie gasfornuis wat erin zit. Met die goede gietijzeren roosters. Elektrische ontsteking, ontsteekt automatisch. Kraanbeslag, warm en koud water. Extra rekjes voor het ophangen van de theedoekjes of de keukendoeken, zeg maar. Praktisch gemaakt. Maar dit vind ik zelf helemaal geweldig. De extra aflegruimte. Dus keukenblok, aflegruimte. Je bent lekker in de keuken aan het werk en je wil gewoon extra ruimte op je spul neer te zetten. Maar ook even voor de waterkoker, koffiezetapparaat, noem maar op. Waar Vent ook ideaal is, is natuurlijk in de stroomvoorziening. Stopcontacten gelijk dubbel. Dit is de verlichting indirect en standaard. Indirect in de slaapkamer. Hier is nog een waterniveaumeter, ook een heel leuk punt. Er zit natuurlijk een vaste watertank in van zo'n circa 35-40 liter. En je kunt hier heel makkelijk peilen wat er dus nog in zit. Als die vol zit, branden alle lampjes. Nu brandt die rood, dus nu is hij helemaal leeg. Dus dat is een mooi signaal om water te gaan vullen. Hier zit de toiletruimte. Zet voor het cassettetoilet. Met een deurtje aan de buitenkant voor de afvalcassetter en het vullen van het water. Let ook op het mooie raam wat Vent er standaard in heeft zitten. Hebben lang niet alle merken. En het raam is ook nog zelfs voorzien van een horp. En een verduistering. Mooi melkglas, dat je natuurlijk geen inkijk hebt. Zeer solide afgewerkt. En dan komen we aan de achterkant. Hebben we hier nog de hangkast. Die is ook groot te noemen. Dus echt royaal uitgevoerd. Hier zie je weer de televisievoorbereiding. Aanlegzaken als standaard voorzien voor het stroomcircuit. Dit is een fantastische kachel. Dat is de Truma 3000. En dat is eigenlijk een kachel. Waar vroeger de importeur van zei, die laat je nooit in de steek. Ook al gooi je het, eigenlijk is het net als een krant in de open haard. Hij hem aansteekt, hij doet het eigenlijk altijd. Dus super betrouwbaar. Uiteraard ook voorzien met ringverwarming. Dus altijd comfortabel op stap, in de zomer of in de winter. Super voorzien.
Dan komen we daar nog aan bij de achterzit. Nou, die is echt royaal. Kijk, je hebt de losse tafel. Nou, hij en ik kunnen hier makkelijk naast elkaar zitten. Dus comfortabele zit. En dat allemaal binnen die 7,3 meter. Ja, dat is eigenlijk uniek van die binnenkant van die Vintage Saphir. Dat zijn wat leuke details. Rijn, jij hebt je goed verdiept in die buitenkant, hè? Ja, zeker weten. Van binnen is die helemaal compleet. Nog één kleine toevoeging trouwens, waar ik in de hoeken zie zitten. Kijk, daar is ook weer de stopcontacten. Als je nou naar een vent koopt en een vent of kijkt en je zal hem later kopen, zeg maar, dan denk je, ik kom nooit een stopcontact tekort. Want als je gaat tellen, er zitten er wel een stuk of tussen de 8 en 12 zitten erin, afhankelijk van de indeling. Dus altijd ruim voldoende. Nu zal ik je niet meer de reden vallen, ik geef jou het woord erin. Kom. We gaan naar buiten. We gaan naar buiten via de verlaagde opstap. En we zien ook de vice-hoordeur. Deze deur is uiterst bijzonder, want hij sluit geluidloos. Geweldig. Kijk ook bij het exterieur hoe mooi dit rode streepje weer terugkomt. Als in het vorige modeljaar ook, maar nu weer. Maakt hem lekker sportief, de caravan. Aluminium velgen, velgen maken de caravan. Ook heel erg mooi. En dan komen we hier uit bij het XXL service luik. Prachtig is dat. Daar zit al iets van het Meerbeek Limited Edition pakket. Vertel ik u zo dadelijk wat meer over. Gaan we naar de voorzijde van de caravan. En dan zit hier de disselbak met busscharnier. Die kan ik zo heel makkelijk omhoog doen. En dan kan ik bij de gasflessen en alle spullen die ik hier neerleg. Aluminium anti-slipbodem. De spullen gaan dus niet steeds verschuiven tijdens het rijden. Alcoop stabilisator. De caravan ligt ook op een Alcoop chassis. Geïntrigeerde kogeldrukmeter. En nu gaan we nog even naar de achterkant van de caravan. De achterkant van de caravan is ook heel erg mooi. Kom je mee, want dat wil ik u even laten zien. Er zitten zeer mooie dynamische achterlichten op. De kont van deze caravan is ook enorm stoer. Die achterlichten die zijn voorzien van LED lichten. Die lichten gaan nooit kapot. Die hebben een levensduur langer dan jij en ik. Saphir 465, mooie carbon look afwerking. En nu gaan we nog eventjes naar wat Meerbeek extra toevoegt aan deze caravan. Mark, wat zit daar boven het dak? Ja, dat Meerbeek Limited Edition dat maakt het super compleet. Hier zit dus een mooie Tulle luifflap. Dat is een Tulle luifel uit de 6300 serie. Met een uitval van 2,50 meter. Dus kom je op de plek van bestemming aan, altijd snel schaduw. Of heb je een keer wat regen en pech hebt, kun je lekker droog zitten. Hier zien we overigens nog een mooi detail van model 2022. Dat is de buitenwand, die schakelt op twee manieren. Kijk, als ik het aandoe, je kan hem boven, dus op die luifel aan de onderkant verlichten. Of ook echt duidelijk licht aan de onderkant. Heel leuk detail. Nou, wat Ryan net aangaf, super stoere velg eronder. Maar wat zien we naast die velg zitten? Hier zien we de nieuwste move van Enduro. Dit is de Enduro 505 FL. FL betekent Finding Level. Finding Level betekent dus waterpas zetten. Kom je op een camping aan, sta je gewoon scheef, leg je gewoon een blok voor het wiel, je drukt op de FL-toets op de afstandsbediening en hij rijdt vanzelf waterpas, is die waterpas, stopt hij met rijden. Super makkelijk en dan loopt je vrouw ook niet te mopperen van goh, die caravan staat scheef en hij staat altijd mooi recht. Mover, velg. En hier zien we inderdaad dus, waar hij net al iets van vertelde, die nieuwe accu zit hier dus in. Dat is die Enduro-accu, accu die 220 en die heeft dus een rangeertijd van tussen de 35 en 40 minuten. Wordt altijd automatisch opgeladen, dus rij je op de camping weg of ga je thuis van stopcontact, je accu is altijd vol en het gewicht is 3,9 kilo en ja, onderhoudsvrij, dus is het kampeerseizoen op een gegeven moment jammer genoeg afgelopen in oktober, november zeg maar, je hoeft hem er niet uit te halen, je kunt hem gewoon laten staan, pak je die wagen weer in april als het seizoen begint, die accu zit gewoon vol en die laat je dus nooit in de steek. Limited Edition, Meerbeek, hier zien we het staan, Meerbeek best te koop, wat betekent dat nou? Er is al die opties daarop zitten, dus we hebben deze caravan gekocht met een catalogusprijs van 27.250 euro. Dan heb je dus dat eigen gewicht relatief licht, 1170 kilo. Belading kun je kiezen 14 of 1500, wat je wilt, zonder meerprijs. We hebben dus uitgerust met die volautomaat mover, die lichte accu, de luifel, de velgen zitten erbij, de rollenbodem zit erin. Maar dan komt zo'n wagen op het nieuw prijs, waar je normaal in land voor moet kopen van 34.119 euro. Waar kunnen wij die voor aanbieden, Ryan? Wij bieden hem aan voor 32.495 euro. Dus dan heb je een korting van 1624 euro. Hoe kan dat? Nou, wij van Meerbeek kopen altijd vroeg in het seizoen.
Die onderdelen zoals die movers, die luifels, die velgen, accu's, noem maar op, kopen bij grote aantallen in. Dus je hebt inkoopvoordeel. En levergarantie. We zitten nu in tijden dat fabrikanten gewoon vroeg van tevoren zijn uitverkocht. Wij moeten orders soms al 8 tot 16 maanden. Ja, 16 maanden van tevoren gewoon inplannen. Wij doen dat gewoon met Meerbeek. Maar op dat moment pakken we dan heel vaak de oude prijs. En we weten welke onderdelen die we nodig hebben. Dus we hebben echt de tijd om die gewoon gunstig in te kopen. En zo hebben wij dus levergarantie van Meerbeek. U zag net aan het begin al die grote rij staan. Die staat klaar om de binnenkort af te leveren. Het zou toch geweldig zijn dat je binnenkort kunt zeggen, dat is mijn caravan. Hij staat in die rij. En dan gaat Ryan nu compleet uitleggen bij de aflevering. Dat zou toch fantastisch zijn. Zeker weten. Dus zijn jullie enthousiast geworden bij deze mooie presentatie? Dan nodigen wij jullie uit. We hebben echt passie in ons werk. We willen graag alles vertellen van die caravan. En ja, kijk even waar we zitten, dus in Doetinchem. www.meerbeek.nl. En tot ziens in Doetinchem, hè? Mark, ik nodig uit om daar te gaan zitten. Ik ga hier even zitten. Dan ga ik hier zitten. Ja. Yeah. En dan gaan wij hier wachten voor de caravan op u, de komende klant. U bent welkom bij Meerbeek Caravans & Campers in Doetinchem. Hé, hey, Ryan, kijk, er komt er een eentje aanlopen. Je kunt naar de gang. Ja, ik ga meteen aan de gang. Hey, tot ziens, hè? Wij van Meerbeek hopen dat u heeft genoten van deze productpresentatie. Bent u de volgende die wij blij gaan maken met een nieuwe caravan of camper? Kom bij ons langs en we wensen u een fijne vakantie.